Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost heeft vanmorgen de speeltuin aan de waterkant officieel overgedragen aan de gemeenschap. De speeltuin is opgezet door Mobichen Woodworking Factory NV als geschenkt aan de gemeenschap. De DC werd bij de overdracht bijgestaan door de directeur van het ministerie van TCT, Joyce Blokland-Weinstein. Ze was aanwezig als lid van de beheersraad van de speeltuin. Alsjeblieft. De speeltuin. We hopen dat het niet zomaar is geweest. En waarom zeg ik dat? Zet u uw camera op het hek dat wij gedoneerd hebben gekregen. En kijk u hoe ze zijn geklommen op het hek die duizenden guldens feitelijk kost. En wat gratis hebben gehad. Als we zo omgaan met wat we krijgen, kan niet correct zijn. Dat is niet goed wat we hun leren dan. We gaan dit ook weer repareren. Maar we moeten niet aan de gang blijven. We hopen, directeur, dat er door alle kinderen gebruik van gemaakt wordt. We moeten ook wat tapas aan. Ik neem aan, s'avonds. Als je s'avonds naar huis gaat, kan je slapen toch vanmorgen? Ja. Mooi zo. Dus s'avonds hebben we geen kinderen. Wij zijn een rijpe jeugd, maar we moeten ook niet komen spelen hier. We hebben andere dingen waarmee we spelen. U lacht zo vreemd. Dus na een bepaalde tijd wordt die speeltuin gesloten. En dan gaat het weer door de dag open. Alle scholen, iedereen die maar wil, waar kinderen zijn, mogen gebruik ervan maken. Ik neem aan dat u het beheer over de speeltuin overneemt en een wijsbeleid gaat uitvoeren. Aanvankelijk was de oplevering gepland voor 5 december 2016, maar je kan nooit voorzichtig genoeg zijn, zei de burgervader. De speeltoestellen hebben wij grondig geïnspecteerd, dit om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. De kinderen werden naar de speeltuin begeleid door TCT-directeur Blokland. Hier konden ze naar hartelust spelen en genieten van de toestellen. De commissaris vertelt wat de verdere plannen zijn met de waterkant. We hebben wel, omdat je natuurlijk rekening houdt met de middelen die aanwezig zijn. Als commissaris blijven we garant, samen in Mobichan blijft ook garant. Je hebt chipjes aan kan, die hebben met kinderen te maken. Ik bedoel, waar ook kind. Tegelijkertijd heb je een aantal projecten, zoals je dat het kunstwerk daar ziet enzovoort. We willen even die lift hier weer doen. Want toen ik klein was, kwam ik ook met mijn ouders hier. En dat wil ik gewoon terugbrengen. Het moet door volwassenen gebruikt worden, maar die kinderen hebben eigenlijk meer recht erop, hoor. Dat vind ik. Maar we gaan door ermee, we gaan door. Ik ben blij, we hebben in een voorgesprek een paar maanden terug met de procureur-generaal het probleem van de zwervers aangehaald. Want niet alleen hier heb je het probleem, hè. Veel zakken die gescheurd worden enzovoort. En ik ben blij om te horen dat ik dacht twee weken terug een opmerking over dat van de zwervers heeft gemaakt. Dat dat nu wettelijk aangepakt gaat worden. Omdat we moeten ook bij één ding blijven, broer. Niet omdat je DC bent of dat je minister bent of dat je vicepresident bent, mag je doen wat je wil. De wet is afgebakend en daar hoort iedereen rekening mee te houden. Maar de procureur-generaal is er al mee bezig. Dus misschien dat u dat een keertje met hem kan bespreken. Want ik heb begrepen dat hij pas erover heeft gesproken. Maar het gaat aangepakt worden. Aldus de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Jerry Miranda. De speeltuin aan de waterkant is vanmorgen overgedragen aan de beheersraad van de waterkant. Het onderhoud van de speeltuin zal door Mobichen, de beheersraad en het commissariaat Noordoost geschieden.